Het is december en dat is te merken in het centrum van Nijmegen. Iedereen is druk in de weer om alle cadeautjes en andere boodschappen op tijd te regelen. Om dit allemaal iets soepeler en vooral duurzamer te laten verlopen, zet gemeente Nijmegen gratis deelbakfietsen in voor alle inwoners. Ja, we hebben ervoor gekozen om mensen in de decembermaand de mogelijkheid te bieden om gratis een bakfiets te gebruiken. Juist deze maand is vaak heel druk ook in het centrum. En straks zullen er minder plekken zijn ook in het centrum om bijvoorbeeld met de auto naartoe te komen. Dus we willen mensen alvast laten proeven aan hoe je dat kan doen met een bakfiets. Er is een app en je kan daar, dat is van Cargaroo, die kan je downloaden en dan kan je een account maken. Je kan de kortingscode die ook overal bij die plekken van die fietsen staat, kan je invoeren en dan betaal je dus deze maand niets tijdens je rit. De deelbakfietsen zijn niet alleen duurzaam, maar ook nog eens heel praktisch. Met dit initiatief wil de gemeente inwoners alvast laten wennen aan alternatief vervoer voor de auto. We willen vooral laten zien dat delen heel normaal en leuk is en dat je dat dus ook kan doen met vervoer. En zeker nu in de kerstmaand willen we laten zien, het is vaak druk in het centrum, mensen willen misschien grote cadeaus vervoeren. Nou, dat kan je ook heel makkelijk doen met een bakfiets en je bent ook nog sneller in en uit het centrum. Nou, we gaan een grote verandering in qua mobiliteit in de stad. We zullen steeds meer vragen van mensen om een andere keuze te maken dan een auto. En we weten dat dat voor veel mensen nieuw is. En we willen ze laten proeven aan allerlei alternatieven. En daarom zetten we deelmobiliteit op deze manier in het zonnetje. De deelbakfietsen zijn onderdeel van een gedragscampagne in de regio. Binnen deze campagne staat het delen van spullen centraal. Nou, het is een leuke manier om onze campagne voor deelmobiliteit te starten. We gaan de komende tijd ook met de gemeentes om ons heen samen een campagne doen. En dat gaat erom dat je eigenlijk al heel veel spullen deelt, maar vaak nog niet je vervoersmiddel. Maar dat het wel kan en dat willen we mensen laten ervaren. Nou, we zullen straks vooral het gaan hebben over wat deel je eigenlijk allemaal al. Hè? Mensen delen soms met buren tuingereedschap of dat soort spullen, een Netflix-account. Nou, je kan ook dus een fiets, een scooter, een auto delen. En dat helpt uiteindelijk in onze groeiende stad om de stad bereikbaar te houden.